Medewerkers van DAF en ASML gaan 2 dagen staken. Ze willen een beter salaris, duidelijkere afspraken over de flexwerkers en betere werkomstandigheden. De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen al enige tijd stroef. Het gat tussen wat de werknemers willen krijgen en wat de werkgevers willen bieden is te groot. En nu heeft FNV besloten tot staking over te gaan. ASML en DAF leggen donderdag en vrijdag het werk neer. Ze staan niet op zichzelf, ook op andere plekken in het land wordt gestaakt. De bond laat weten ervoor te zorgen dat het allemaal coronaproef verloopt. De oproep tot staking baart ASML weinig zorgen, laat een woordvoerder weten. Aan de vorige staking hebben maar zo'n 15 tot 50 medewerkers aan deelgenomen. DAF laat in een reactie weten de staking een spijtige ontwikkeling te vinden. Zij roepen de bonden en werkgeversorganisatie op om weer met elkaar aan tafel te gaan.